Hallo jongens en meisjes, daar zijn we weer. Dit is een extra uitzending, vlog 47a, want ik neem jullie mee de keuken in en ik ga jullie leren hoe jullie op een makkelijke manier een ontzettend lekkere Indische rijsttafel kunnen maken. Dat wat ik al als kind heb geleerd en dit gaan jullie ook leren, dus dit wordt een hele leuke uitzending. Kijk en geniet. De prijzen in de winkel. We hebben nu 5 kilo sinaasappels. De Mala Naranja Nacional voor 89 cent. Nou, het is sinaasappeltijd, hè? Het is pluktijd. Het is pluktijd. Ja, we gaan een heerlijke sap maken. Dus we gaan even verder. Oké, we hebben kip gehaald en varkenslapjes moeten we hebben. Even zien. We moeten varkenslapjes voor om poulet te maken. Voor door de. Dat is kalkoen. Huh? Ook haar. Ik zit. Dit is rijst. Ja, je hebt hier heel veel rijst. Kijk, dit is ook rijst. En dan vraag ik me af, welke wordt nou het meest gebruikt? Volgens mij die. Is dat de gemengde rijst? De duurste die. Oh, ja, dat hoeft voor mij ook weer niet. Het moet gewoon witte rijst en deze. Dat is 1,90, 1,15. Neem gewoon deze. Dat is het gewone. Deze is 1,15. Neem we deze wel. Die is prima. Die had jij ook eerst, hè? Deze. Ja. Dat is toch goed? En dat, kijk, dit is weer van de grote andere korrel, zie je dat? Ja, dat is 79 cent. En deze is voor de. Nee, deze is 86 cent. Oh, nou neem ik die toch. Okay. Zout. Sardientjes. Hier staat geen anchovies. Die staat echt ergens anders. Nee, die staat echt ergens daar. Maar. Ja, maar je had het toen bij de Lidl. Ja, maar hij staat ergens anders. Hadden we nou al, moeten we nog een yoghurtje meenemen voor de zekerheid? Ja, en een fles melk. Oké, we gaan weer verder. 79 cent, een liter melk. Oh, ik heb net niet. Dan wat gewoon brood om in te vriezen voor een euro. Deze hebben we alles nu. Melk hebben ze, fruit, yoghurt, brood, eieren, taugé hebben we niet. Nou ja, misschien hier, maar lekker niet. Kauwgompjes, moet je nog kauwgompjes? Hier. Nee, die vind ik van de Lidl het lekkerst. We hebben net afgerekend voor €32,44. Nu naar huis. Oh ja, ik wil even laten zien. Dit is dus de parkeergarage gaan we. En ze hebben gewoon heel netjes prullenbakken staan. Toiletten. Dames, heren, is echt brandschoon. Wat voor parkeren is gewoon, alles is gratis. Je hoeft geen muntje in je karretje te doen. Alles is schoon. Ziet er keurig netjes uit. En nu gaan we echt naar huis. Daar zijn we weer. We gaan vandaag voor morgen een heerlijke rijsttafel maken. Dit is een heel oud recept. Dit recept gebruikten mijn ouders al. En het is zo ontzettend lekker. Er staat hier rijsttafelen. Het is een beetje sambal goreng boontjes. En wat heb je nodig? Natuurlijk rijst. Ik heb gewoon voor decoratie peterselie. Ik heb gebakken uitjes. Dat is ook voor decoratie. Dat is als het op tafel staat, kan je dat in een leuk bakje doen. Ik heb kokosolie. Kokosmelk.
Ik heb sperzieboontjes. Waarom bevroren sperzieboontjes? Omdat de verse sperzieboontjes in Spanje... Nou ja, ik vind ze niet te eten. Omdat je constant draden aan het trekken bent. Ik heb hier varkenslapjes, repen. Daar ga ik blokjes van snijden. Ik heb 2 pakken. En dat is ongeveer... Ja, ongeveer 1 kilo. Dat is voor meer dan 4 personen. Houd op 6, dan kan je ook nog wat invriezen. Ik heb kip. Kip carbonara volgens mij. Dij. Ook 2 pakken. En dat is, even kijken, 1, 2 kilo bijna. Ik ga mijn eigen gemaakte sambal gebruiken. Ik heb pindakaas. Laos. Ketumbar. Kunyit. Jinten. En zwarte peper. Belangrijk. Ik ga straks 3 uien snipperen. Ik ga 3 teentjes knoflook snipperen. Dat ga ik ook gebruiken. Dus dat ga ik nu doen en dan kunnen jullie een boodschappenlijstje maken. Het varkensvlees snij je in grote stukken, groter dan een dobbelsteen. Kijk. En dat gaat in een pan, want daar gaan we met wat bouillonblokjes en water bouillon van trekken. Dus dat gaat even lekker een uur garen in de pan met water en 2 bouillonblokken. Ik heb de poulet in water gezet, dat het vlees net onder staat. 2 bouillonblokjes erbij gedaan. En nu gaan we het lekker laten gaar worden. We gaan trekken een poulet, dus dat betekent dat het niet mag koken, maar tegen de kook aan. Deze poulet hebben we nodig om straks de sambal goreng-boontjes te gebruiken. En dat is ongeveer... 1 kilo. Ik ga ondertussen de uien snijden en de knoflook fijn malen. Inmiddels wil de bouillon gaan koken en je weet het al, vergeet niet om het vuil hier af te schuimen. Als je eenmaal klaar bent met dat afschuimen. Dus als die bouillon goed gekookt is, je hebt alles afgeschuimd, dan pas zet je de bouillon laag en dan weet je gewoon dat al het vuil eraf is. Zoals je ziet kookt die nu. Ga dan niet roeren, want dan ben je natuurlijk al je vuil kwijt, want dan zit dat door je bouillon heen. Voorzichtig afscheppen. Daar zit nog een beetje. Daar zit nog wat. De rest is allemaal wit. Dat is geen vuil. Laat het nog even doorpruttelen. Zodat ik zeker weet dat alle bouillon en al het vuil van de bouillon al is afgeschept. Bouillon heb je namelijk nodig, het vlees heb je ook nodig, voor de sambal goreng-boontjes. En als je dan zegt, ja maar waarom is dat dan voor morgen en niet voor vandaag? Zowel in de Indische keuken, ik denk ook in de Nederlandse keuken, als je lekker haché maakt, is het de volgende dag vaak veel lekkerder dan de dag dat je het gemaakt hebt. Oké, ik heb hem afgeschuimd. Ik ga hem laag zetten. Ik ga hem even lekker laten trekken. Ondertussen, terwijl dat aan het koken was, heb ik de uien gesneden. 2 uien heb ik in een bord gedaan. Die heb ik nodig voor het ene gerecht. De andere ui heb ik weer nodig voor het andere gerecht. En ik ga nog eventjes de knoflook even persen. En dan kom ik weer even bij jullie terug. Terwijl de kip heerlijk aan het trekken is, zet ik even alles klaar. Want we gaan aan het kipgerecht beginnen. Kippendijen, dat zijn het. Op een gegeven moment raak je het Nederlands een beetje kwijt. Dan denk je van,
hoe heette dat ook alweer? De kippendijen, die gaan we kruiden met peper en zout. Ik haal ze eruit en ik doe ze in een grote kom. Als jullie denken, ja, maar hoeveel gram en hoeveel kilo en hoeveel theelepeltjes moet ik van dit? En hoe groot moeten de uien zijn? En niet aan denken, gewoon lekker op gevoel het een en ander bereiden. En dat doe ik ook, dus ik neem jullie mee en dan zul je zien dat je helemaal geen grammetjes en theelepeltjes, noem maar op, nodig hebt om een heerlijke, makkelijke rijsttafel op tafel te zetten voor je gasten. Wat ik van kippendijen nou zo lekker vind, is dat het zo mals is. Kipfilet is vaak zo droog. En kippendijen, ja, ik vind het gewoon heerlijk. Dus lekker, lekker peper erop. Even overpakken straks natuurlijk, want anders... Zo. Peper. Zout. Ik heb een glazen pot hier hangen. Hebben jullie misschien vorige keer al gezien. Daar doe ik gewoon lekker zout overheen. Niet alles natuurlijk, want het is best wel veel. Dat meng ik even. Wel zorgen dat je altijd schone handen hebt, hè. Ik ben eigenlijk mijn handen altijd constant aan het wassen in de keuken. Wat ik ook doe, ik blijf wassen. Straks ga ik dat andere pak openmaken, was ik eerst mijn handen, want er zit toch peper en zout aan mijn handen. Ik doe het terug in de, op de verpakking, leg ik het. En dan ga ik dat met de volgende verpakking ook doen. Het vlees is gekruid. Ik heb zojuist de sperzieboontjes in een pan gedaan. Ik ga ze heel even koken. En ook weer afgieten. Want dat vocht heb ik niet nodig. Daar zijn we weer. Ik ga het kipgerecht in de krokpot bereiden. Ik zet hem op bakken. Dat is dat hele kleine pannetje hier. Dit is stoven. Dit is kippenbraden, maar dat gebruik ik dan niet. Dit is oven voor als je appeltaart. En dit is als je groente, broccoli of wat ik wil koken. Ik zet hem gewoon op de braadpan. Op hoog en aan. En ik doe er wat Spaanse olijfolie in. Lekkere scheut erin. Als je het ook minder doet, dan heb je de kans dat het echt aan de bodem gaat pakken. En als het heet is, dan gaat de kip erbij. Wat er op het recept staat, is dat je in de krokpot de uien moet fruiten. Dat gaan we dus ook doen. Met Laos, ketumbar, jinte, kunyit. Dus, Laos, ketumbar, jinte en stond er kunyit. Volgens mij wel. Even kijken. Laos, ketumbar, jinte en kunyit. En dan moet je het vlees er daarna bij doen en dan de kip erbij braden. En dan doe je elke keer een heel klein beetje water. Net zolang totdat de kip gaar is. Dus dan ga ik nu even doen samen met jullie. In de krokpot kan je weer hetzelfde doen. Om te voelen of de olie heet is. Even je hand erboven houden. Ik heb van alle potjes het deksel afgehaald. Want ik ga gewoon strooien. En ik doe niet aan afwegen. Ja, het begint al warm te worden. Nog niet heet. Ik ga de uien erbij doen. Het had nog wel even heter kunnen worden. Ik heb niet lang mijn hand erboven gehouden, denk ik. Ik doe de bordjes en alles wat ik niet meer nodig heb, doe ik altijd gelijk in het afwaswater. En terwijl ik moet wachten, dan was ik altijd alles gelijk af. Dan is het gelijk weg. Ja, jullie kunnen het misschien in de afwasmachine zetten. Die hebben wij niet.
Dus wij doen het op deze manier. Ik wacht even tot die bakt voordat ik de kruiden er allemaal bij doe. Bij dit gerecht gaat geen sambal, deze kip, kipzanten. Maar straks bij het gerecht van de sambal goreng boontjes, daar gaat wel sambal bij. En ik heb hier geen tauge kunnen vinden, anders had je ook bij dat sperziebonengerecht tauge kunnen doen. Op het laatst, vlak voor het opdienen, een paar minuten ervoor. Dat is ook heel erg lekker. Maar goed, ik heb het hier niet kunnen vinden, dus zonder kan ook prima. Ik doe het voor jullie stapje voor stapje. Dan zie je dat het helemaal niet moeilijk is. Je kan natuurlijk, als je geen krokpot hebt, dit gewoon in een braadpan aanbraden. En ja, als je dan een braadpan, een echte lekkere braadpan wil hebben, vraag dan aan de kerstman of aan je man als je jarig bent een gietijzeren braadpan. Dat is gewoon heerlijk om te braden. Het blijft lekker warm, het gerecht. Je kan het, ik vind gietijzer is eigenlijk gewoon het beste om vlees in te braden en om eten in warm te houden en lekker dingen te laten pruttelen. Ik pak wel vast een wokpan, want ik ga ook het gerecht van de sperzieboontjes ga ik even voorbereiden. Dit is echt een super grote wok met steel. Ik vind het handig. Je kan het ook zonder steel gebruiken. Als je zegt, ja, ik heb geen wok, nou kan ik dat hele gerecht niet maken. Dan kun je ook een hele grote koekpan gebruiken. Dit is een joekel. Die ga ik straks gebruiken voor de sambal goreng boontjes. Goreng boontjes, dat zegt het al, gebakken boontjes. Inmiddels zijn de uien al aan het fruiten. Zie je het? Ze worden glimmend. Als ze gaan glimmen, ik ga nu alle kruiden erbij doen. Gewoon op gevoel. En van katoenba, kijk hier, dit is de ginte. Van katoenba kan je aardig wat erin doen hoor. De ginte. De katoenba. Hop, lekker erbij. De laos. Je hebt wat meer moeite om eruit te komen. En de koeiet geeft de kip ook een hele mooie gele kleur. Niet zo'n bleke kip. Dat is natuurlijk niet leuk. Even kruiden we. Kijk, hij geeft een hele mooie kleur. Zie je? Dan ga ik zorgen dat hij een beetje gaat bakken weer. En daarna doe ik de kip erbij. Het ruikt al ontzettend lekker. Ik ga nu de kip erbij doen. Dit gerecht, oh, dit kan ik eigenlijk elke dag wel eten. Zo ontzettend lekker is dat. Zo, dan ga ik hem eventjes braden, omscheppen. En mijn plastic verpakking weggooien. Ik heb de bouillon van het vuur gezet. Varkensvlees is al bijna gaar. De sperziebankjes koken, dus die ga ik ook zo even al uitzetten. Dan kan je nog even doorverwarmen. Als je verse sperzieboontjes hebt, zorg dan dat je ze beetgaar kookt. En dan zet het dan uit. Hè? Dan blijft het nog eventjes een lekkere bite in de sperzieboontjes. De kruiden zijn, de specerijen zijn in Spanje te krijgen. Ik ben nog niet naar zo'n toko geweest. Want als wij in Nederland zijn en voor de verhuizing heb ik hier een hele kast met al mijn specerijen.
Dus voorlopig kan ik vooruit. Kip staat lekker te pruttelen. Die moet een beetje om en om gebakken worden. En die koeien, die zorgt natuurlijk al dat die kip een beetje geel begint te worden. Deze saus die je er straks van krijgt met het water, iedere keer een klein beetje water erbij. En op het laatst doe je er kokosmelk bij, dan krijg je een lekkere saus. Die kan je lekker over je rijst doen. Super, super fijn. En nu dit zo lekker aan het pruttelen is, hou de water bij de hand. Want wat zegt het recept? Braad ze, de kip lekker gaar, lekker bruin braden. En dan gedurende een half uur moet je telkens een klein beetje water toevoegen om de kip gaar te laten worden. En dan een kwartier voordat het klaar is, voordat het gaar is, doe je er gewoon lekker een blik kokosmelk er doorheen. En dan zet je hem weg. Kan hij lekker intrekken. En morgen opwarmen. Je rijst koken. Boontjes erbij. Trek een zak kroephoek open of bak zelf kroephoek. Ik ga dat zelf doen. Morgen. Niet vandaag, want ja, dan wordt die kroephoek toch taai. En ik doe dan die gebakken uitjes bij. Ik kook een eitje. Dat eitje, dat halveer je. En dan doe je wat currypoeder overheen. Maar nu ga ik samen met jullie de sambalkoringboontjes maken. Zoals je ziet kookt het nog steeds, terwijl de pit uit is. Oké. Okay. Ik ga mijn wok pakken. Omdat ik straks bij het gerecht de boontjes nodig heb, giet ik het vocht af. Dus de boontjes omkiepen in het vergiet. Boontjes staan klaar. De kip is lekker aan het pruttelen. Ik ga de wok van wat olie voorzien. De deksel zit op de pan. En ik ga de uitjes in de olie eventjes lekker aanbakken. Daar moet laos bij. Ja, daar moet ook suiker bij. Suiker, laos en uiteraard de sambal die ik zelf gemaakt heb. En ik denk dat jullie dat misschien inmiddels ook al hebben gedaan. Ik doe aardig wat sambal. Ik hou best van lekker pittig. En dat ga ik even lekker bakken. Dus uitjes in de olie bakken. Met een flinke scheut laos. Wat suiker. Dat mag witte suiker zijn. Dat mag barstend suiker zijn. Wat je in huis hebt. Lekker wat sambal. Ik weet niet eens hoeveel het staat op het recept. Wat erin mag. Een halve theelepel. Nou kijk, dat is toch helemaal niks. Maar ja, ik heb ook niks afgewogen. Het gaat allemaal op gevoel. Die gaan we lekker koorrengen. Daarna gaan we de knoflook er zo bij doen. En de boontjes. Als jullie eens met jullie neus hier stonden. Bootjes staan erbij. Dit zijn aardige bootjes. Lekker even warm laten worden. Ik laat het goed warm worden, dan schep ik de poulet erbij
Ik doe wat bouillon erbij. Misschien alles. Dan moet ik even kijken. En dan doe ik er ook wat zanten bij. En daarna komt het geheim van de smid. En daarna ga ik er pindakaas bij doen. En dat staat niet op het recept. Maar dat is een trucje die ik van mijn vader heb geleerd. De kip staat nog op hoog. Ik heb er ook nog geen water in gedaan. Ik zet hem wel even laag. Medium, low, medium. En ik vind het nog niet nodig om er water bij te doen. Want kijk. Zie je? Er zit nog genoeg water in. Ik wil geen waterige kip. Terug naar de boontjes. Gaat ook hartstikke goed. Ik ga even kijken of ze qua smaak goed zijn. Ze zijn lekker pittig. Ik ga de bouillon en de poulet erbij scheppen met mijn schuimspaan. Mijn bouillon kan er volgens mij wel bijna allemaal bij. Ik ga dat eens even proberen. Ja, alle bouillon zit erin. Even gaar sudderen. Ik ga nu de pindakaas erbij doen en wat kokosmelk erbij. En er gaat best wel wat pindakaas in. Kijk, een houten lepel. Ik denk dat dat toch wel, nou, drie, vier volle eetlepels zijn. Dus dat mag je er rustig bij doen. Dat meng je. En dan zul je ook merken dat dat vocht, dat neemt je pindakaas op en dat bindt ook gelijk. Ik zet mijn gas, mijn elektra zet ik op 4, nu even wat lager. Af en toe zeg ik gewoon gas, omdat ik al die jaren met gas gekookt heb. En in Spanje hier koken, zijn er wel huizen die op gas koken. Gasflessen die ze afnemen bij de Repsol of ze hebben een abonnement voor gasflessen. Als dit nou goed gemengd is met die kokosmelk, dan moet je eigenlijk stoppen met verder verhitten. Want dan worden die bootjes nog veel te gaar. Dat is niet lekker. Ik haal eventjes het dekseltje van het blikje kokos eraf. Pindakaas kan weer weg. Kokos. Oh, dat ziet er goed uit, zeg. Dat is niet van die dunne. Oké, elektra uit. Van die dunne melk. Oh. Heerlijk. Doorroeren en dan uitzetten. Zo. Kan het smaken even heel goed. Alle smaken en alle specerijen kunnen zo goed intrekken. De pindakaas die verzacht ook een beetje de sambal. En als je kinderen hebt of gasten hebt die niet van sambal houden, dan doe je gewoon een beetje badjak of gewoon los op de tafel. Dat kan ook natuurlijk.
fantastisch. Echt super lekker. Dit gerecht is klaar. Nu gaan we naar de kip. Kijk, hij is een klein beetje aan het plakken. Maar ik doe er echt geen water bij. Ik vind het zo zonde, want er zit al genoeg water, vocht bij van de uien. En ik zet hem nog lager. Weet je wat? Ik zet hem op stomen. Dus zet ik hem uit en dan weer aan en dan op low. Dan gaat hij gewoon een aantal uur lekker pruttelen. Ik doe wel die kokos er vast door. Ik heb nog een beetje kokos over. Even kijken of ik dat erbij kan doen. Oh ja, dat kan wel. Het moet ook niet te nat worden allemaal, hè. Die saus die kan je weer heerlijk gebruiken om ook om over je rijst te doen. Zalig, zalig. Dan kan hij lekker gaan sudderen. En het laatste restje, die laatste druppel, die doe ik wel bij de boontjes erbij. Zo. Ik heb toch een beetje bouillon uit de pan geschept net, omdat het net even toch te veel was. Dan kan je natuurlijk soep van trekken, lekker bouillonnetje. En als je zegt van nou, ik heb een hond, nou doe gewoon lekkere schepjes ervoor, vind ik ook hartstikke lekker. Ik ga Leo roepen en ik ga vragen of Leo even wil voorproeven. Nou, Leo is geroepen. Leo die gaat een lepel pakken. En dan gaat hij de sambal goreng boontjes proeven met een stukje vlees. Dan ga ik het daarna in deze grote pan doen. Dat is makkelijker opwarmen. Lekker met wat sap erbij. Boontje erbij. Moeilijk, hè? Nu terug in de pan doen, die lepel. Dan mag je een beetje saus proeven van de kip. Blazen wordt heel heet. Ja, lekker. Lekker, hè? Ja. Oké. Nou, morgen zien jullie het resultaat. Dan heb je er kroephoek bij, gebakken uitjes bij, een gekookt eitje, doormidden gesneden met wat koenjit en de verse kroephoek. Dus tot morgen. Kijk, daar zijn we weer. Ik heb olie heet laten worden. En ik ben kroephoek aan het bakken voor bij de rijsttafel. Kroephoek haal je gewoon in de toko. Je kan gewoon van die grote bladen nemen. Of kleinere, wat je zelf lekker vindt. Gewoon even uitproberen. En hoe werkt dat? Hier van die bladen. Is heel simpel. Die leg je erin. Zie je, naar de bodem. Dan komt hij vanzelf omhoog. En als hij dan omhoog komt, ja, dan doop je hem nog even in. En dan is hij al klaar. Als hij uitgebruist is, wil ik niet dat hij verbrandt. Ik zet nu de olie zet ik uit. Want zijn. Het blijft natuurlijk nog een tijdje warm en ik wil de olie later nog gebruiken. Want je kan er nog prima van allerlei dingetjes in bakken. Kijk, ik heb een heel vergiet vol. Alle kruimeltjes en dingetjes kan je er gewoon in doen. Het is nog makkelijker dan oliebollen bakken.
Ziet leuk uit, hè? Nou, ik heb ook eitjes, die ben ik aan het koken. Dan heb je, zet je straks een hele schaal met lekkere kroepoek op tafel. Hartstikke lekker. Dus als er meer nieuws is, dan ga ik jullie weer even op de hoogte brengen. Middag, het is vandaag vrijdag 3 december. Hoor die vogeltjes. Het is heerlijk weer. Vandaag eet Saskia bij ons, dat heb ik gisteren verteld. Ik neem jullie even mee de keuken in. Ik heb de tafel gedekt. Daar komt nog wat drinken bij zo. En dan gaan we even naar de keuken toe. In huis is het lekker koel. Ik heb in de keuken al klaargezet een netje voor mochten er vliegen binnenkomen. Maar de eitjes, kijk eens, kroephoek, gebakken uitjes. De kip, die zet ik nu uit. Die blijft nog even doorwarmen. De boontjes heb ik aangezet. Die staan ook lekker te pruttelen, dus die zet ik ook uit. Dan roer ik het even door. Even proeven of het allemaal gelijkmatig warm is. Maar dat denk ik wel. Het ruikt heerlijk in de keuken. Kijk, hier heb ik vanmorgen de kroephoek in gebakken. Ik heb er 2 kroephoekjes in laten liggen. Want dan gaat de ergste hitte gaat dan natuurlijk in die kroephoek zitten. En dan verbrand je olie niet. Dan heb ik bordjes klaargezet. Met wat banaan. Kan je natuurlijk ook nog bakken. En de rijst staat lekker te pruttelen. En als die klaar is, dan kunnen we opscheppen, wat drinken nemen en lekker buiten eten. Nou, even tussendoor, kruip-sluip, ze zijn in ons kleine Los Lobos, zijn ze feestverlichting aan het ophangen voor de kerst. En het is het, ik denk 18 graden vandaag. Het wordt onze eerste kerst in Los Lobos. Moet je nou kijken hoe leuk ze dat plein, Plaza Mayor, versierd hebben gisteravond. Mooie kerstboom hebben ze neergezet. Pakjes erin gemaakt. Zo ontzettend leuk. Irene heeft ook kerstversiering op haar huis gehangen. Ze hebben mooie kerststerren om alle bomen neergezet. Ze hebben bij het herdenkingsmonumentje hebben ze mooie kerststerren neergezet. In de hele straat, overal waar de lantaarnpalen tussendoor hangen. Daar en verderop in de straat. Ik ben heel benieuwd hoe dat er vanavond uitziet als de verlichting aangaat. Het is hier nog niet zo snel donker als in Nederland. Rond een uur of 7 s'avonds begint het hier te schemeren. En dan 7:15 zo'n beetje. Dan is het donker. Ik ga snel naar de keuken toe. Oh, banana. Bananas. Hier is de rijst. Ja. Ja. En daar is de kip. Daar is de kip. En daar zijn de boontjes. Hier is het bordje. Daar is de rijst. Ging het goed met je nieuwe rijstkoker? Ja, ging perfect. Ik ben heel blij met mijn nieuwe rijstkoker. Lekker. De sop is schoon wat er staat. Lekker zeg.
maken. Ja, fijn is zo'n ding. Heerlijk. Nou, die van mij was kapot gegaan. In Nederland al, hè? In Nederland al. Maar het is gewoon ideaal, zo'n ding. Ja. Beetje water, start. En ja, precies. En Ik kan de saus van de boontjes en de kip ook aanraden. Kijk eens even. Hoe ziet dat eruit, Leo? Dat ziet eruit als een plaatje in een kookboek. Nou, hè? Met een kroepboekje erbij. Heerlijk. Ja. En het ziet er heerlijk uit. Ja. Eet smakelijk. Beste kijkers, eet smakelijk. Yay. En, vul het mee, deze video? Dan denk je, oh, dat kan ik allemaal niet. Ik zal het recept onder in het filmpje. Bij de beschrijving zal ik het zetten. En jullie kunnen natuurlijk het beeld af en toe even stopzetten en even kijken. En mocht je vragen hebben, dan kun je me altijd eventjes een appje sturen of een mailtje sturen. Ik hoop dat jullie een hele gezellige avond hebben of een dag hebben. En eet smakelijk. Salamat makan voor de volgende keer. Doeg!